vloeg. Het is nog hartstikke, maar echt hartstikke vroeg. Nee, hartstikke vroeg. Het is 7 uur. Er is vannacht dus een hele harde windstorm geweest. Onaangekondigd, ik wist het niet. Ik heb de hele nacht heel vaak wakker gelegen erdoor. Ik word ook weer gekraak en weet ik het allemaal. Maar het schijnt dus dat ons hekfinaal is afgebroken aan de voorkant. En aan de achterkant is ook het een en ander. Het dak van Chicky lag ernaast. Van de kip. Maar die konden we opzetten. Maar ons hek is dus aan één kant finaal afgebroken. Die is naar de andere kant van de weg gewaaid. En het is nu donker en alle auto's rijden doorheen. Dus dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Het is natuurlijk kunststof. Dus we gaan nu, tenminste ik ga nu even schoenen aantrekken. En dan ga ik even naar de andere kant om alles op te ruimen. Kijk, het hek hier aan de voorkant is afgebroken en alle spullen liggen daar. Dus dat moet ik nu gaan opruimen. Nou, moet je de wind zien, man. Het is echt niet normaal. Het is nu nog hartstikke donker buiten. Maar ik ga het nou even gaan opruimen. Goed, ik heb alles een beetje opgeruimd. We hebben alles gecheckt wat we tot nu toe hebben zien liggen. Ik ga even ontbijten. Om 7:30. Normaal had ik nog op mijn bed gelegen, maar ja. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Nou, er komt dus straks weer een storm. Maar ja, niet alleen het hek aan de voorkant. Ook het dak van de schuur. Het afdakje is kapot. Kijk dan. Jeetje, hoe kan dat dan? Het zit toch gewoon vast? Wauw. Jemig. Nou, ik heb dus een vermoeden dat die plank dus ergens moet liggen. Maar ja, waar? Kijk, het hek hier aan de voorkant is dus echt helemaal dicht. Die leggen we eigenlijk op de weg. Nou, echt niet normaal gewoon, die storm. Jeetje, joh. Het hek tussen ons en de buren lag ook om. Ja, ik weet niet waar het deel is gebleven die aan de achterkant lag. Maar ja, dat vinden we ook wel weer. Binnen. Nou, hoe ken het nou weer? Ja. Ach, ik dacht even dat ik niet meer binnenkom. Het is echt één ravage. Goed, ik ben even terug in bed geschoven. Het is wel licht buiten, maar... Het is zo zielig om buiten aan te zien. Het regent, het waait, het stormt. Het lijkt net een orkaan of een tornado of zo wat langs gaat. Joh. Het is niet normaal, echt niet. Ik ben even terug in bed gekomen omdat ik het heel, maar dan ook echt heel erg koud heb. Wat ik vandaag wel ga doen is mijn nagellak eraf halen en nieuw opdoen. Want ik ben natuurlijk 3 keer in bad geweest en weet ik het allemaal de afgelopen dagen. Dus mijn nagellak is er zo goed als af aan het... gaan. Dus dat ga ik vandaag even opnieuw doen. Ik denk dat ik vandaag een blauw kleurtje op ga doen. Ik heb nou goud op gehad in verband met oudejaar. Maar ik denk dat ik vandaag eens een blauw kleurtje doe. Of ik neem een kleurtje uit de adventkalender, want ik heb ook nog zilver. Dat is misschien ook wel leuk om te doen. Ik ben even wat YouTube video's aan het kijken. En als ik dat heb gedaan, dan ga ik waarschijnlijk naar beneden even mijn nagellak afhalen en een nieuwe opdoen, denk ik. Ik denk dat ik vandaag wel lekker mijn gemak ga houden. Want ik wilde vandaag eigenlijk naar de dierenwinkel om kippenvoer te halen. En even naar de opties op voor een aantal nieuwe make-up dingen. Oeh. Maar aangezien het weer, denk ik dat ik dit over ga slaan. Want ja, het is denk ik gewoon niet te doen. Dus ik denk dat ik morgen gewoon ga, dat ik vandaag lekker een chill dagje hou. Ik heb gisteren mijn hele kamer opgeruimd, schoongemaakt, weet ik het wat. Dus dat hoef ik ook allemaal niet meer te doen. Dus het wordt een chill dagje vandaag. Ja, en terwijl we dachten dat we alles hadden gehad, was niet alleen de plaat van de schuur weg, maar ook de dakbedekking is naar de andere kant
van de steeg gewaaid. En dat is allemaal bij de buren aan de overkant in de tuin gewaaid. Moet je kijken. Hier, de dakbedekking is er dus gewoon helemaal af. Het was zwart, alleen het hout ligt er nu. De mist daar in de hoek, mist een plaat. Nou ja, hier zie je natuurlijk ook al de mist hier van die golfplaten. En in de tuin aan de overkant daar, bij die gele deur, daar is alles heen gewaaid. Ongelooflijk. Echt vreselijk gewoon. We hebben normaal nooit zo'n hele erge ravage, maar nu... Wauw, echt zo erg. Maar het kutte is nu wel dat ook de schuur nat is. En het lekt dus. Kijk, ik zal hier kijken of ik het kan laten zien. Hier in de hoek, aan de voorkant, zie je een plas water liggen. Even kijken, hier zo. En dat lekt dus door de schuur heen. Dus als we bij de deur staan, wordt alles ook nat nu. Gaat lekker. Goed, ik ben weer thuis. Ik ben net even naar de winkels geweest om een paar schoonmaakspulletjes voor mijn gezicht te halen. En kippenvoer. Ik heb bij de Jumbo nieuwe reinigingsdoekjes meegenomen, want daar was ik toevallig. Bij de Op is Op een nieuwe micellair water. Want ook die was op. En deze moet ik hem wel zien te vinden natuurlijk. Oh, hier is die. Mega matte lips van W7. Die heb ik nou ook op. Ik vind hem heel mooi. Het is niet, je voelt niet echt iets zit op je lippen. Wat ook de bedoeling is, want het is matte. Ja, dus dat heb ik eventjes gehaald. En ik heb het kraslot ingeleverd. Mijn pa heeft 3 euro gewonnen. Dus die heb ik in zijn portemonnee gedaan. Maar nu zit hij de hele tijd van, joh, die 3 euro mag jij al hebben. Weet ik het allemaal. Ik denk, nee, want jij hebt het gewonnen. Dus maar hij staat erop dat ik het wil. Dus dan zeggen we heel stiekem ook geen nee. Ja, ik ben nu eventjes klaar. Ik ga zo eventjes op mijn gemak. Ik heb trouwens wel weer blauwe nagellak op. Goed, ik heb vanmiddag me bezig gehouden met een aantal leuke planningen die er aankomen voor YouTube. Ik ga nu beneden. Ik ga koken. Mijn moeder is niet zo lekker, dus die heeft eigenlijk geen honger. Die gaat waarschijnlijk een boterhammetje eten. Maar ik en mijn pa willen natuurlijk wel fatsoenlijk eten, dus ik ga even koken. Goedemorgen allemaal, we zijn inmiddels 2 dagen verder. Ik heb de belichting van de camera veranderd, de settings, want het was heel vaak heel erg overbelicht als ik aan het editen was. Terwijl ik op de camera niks van merkte, maar ja, goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag, we zijn 3 dagen, of nou ja, 2 dagen verder. Of 1 dag, ik weet het niet, volgens mij. Nou ja, we zijn in ieder geval een aantal dagen verder, 1 of 2, ik weet het niet. Ik ben even bezig met een aantal editprogramma's. Ik wil namelijk indien nodig. Kijk, mijn editlaptop staat daar boven op de kast. Maar het is natuurlijk zo'n heel groot, dik ding. En ik wil heel graag, als ik gewoon weg ben, ook gewoon kunnen editen. Dus ik ben een heel klein, simpel editprogrammaatje aan het downloaden. Het zou zomaar kunnen betekenen dat er dan af en toe is een linkje als je schuin in beeld staat van het editprogramma of zo. Omdat het natuurlijk geen betaalde versie is, dus ik krijg het er waarschijnlijk ook niet uit. Maar ik wil wel mijn best ervoor doen. Dus dat is nu de bedoeling. Even kijken hoor. Dus die ben ik nu aan het downloaden. En daarna gaan we eigenlijk zien wat er mogelijk is vandaag. Ik weet niet wat ik vandaag ga doen. Of ik plannen heb vandaag. Ik heb geen flauw idee eigenlijk. Ik heb wel heel veel zin in morgen. Want voor enige Anubis fans onder ons. Anubis komt terug. Het huis Anubis. Dit is 12 jaar geleden begonnen. 12 jaar geleden, jongens. Kom op, toen was ik. Even kijken, ik ben nu 19.
Dus toen was ik 7. Dat is echt heel, heel erg lang geleden. Ik heb het wel allemaal gevolgd. Maar de acteurs hebben elkaar dus 10 jaar niet gezien. Op Iris en Lucien, dus Amber en Fabian. Nou, die werken af en toe nog wel samen. En er is dus een reunie opgenomen. Die komt zaterdag online. De dag dat jullie deze vlog zien. Dit komt s'avonds online. Dit komt rond 5 uur online. En de reunie is om 8 uur op MTV en 7:15 op Spike. Goed, ik was net bezig even met mijn laptop, even mijn school SD-kaart nakijken en zo. Maar hij is dus helemaal vol en ik kan er dus niks meer kwijt. Dus ik heb een nieuwe nodig. En ik heb geen nieuwe. Dus ik ga nu even gewoon naar de winkel om een nieuwe SD-kaart en misschien gelijk een USB-stick te halen. Dat ik in ieder geval alles er gewoon op kwijt kan. Maar ja, ik heb geen zin om helemaal aan te klikken. Ik ben op zich wel aangekleed. Ik moet alleen mijn schoenen aan. Ik denk dat ik gewoon lekker mijn laars aan doe, want die zijn lekker warm. Ik denk dat dat het slimst is. Oh. Nou, ik heb alles. Meer dan ik nodig had. Ik heb gelijk een nieuwe beauty blender gehad. Want ik heb een beauty blender, maar die is helemaal vies. En die krijg je ook gewoon niet meer schoon. Dus ik heb gelijk een nieuwe Gabber Action. En mijn moeder moest multimappen hebben. En ik heb nog een leuk klein cadeautje voor mijn ouders gehaald. Het is een Valentijns cadeautje, maar zo be it. Het is zo'n hartje. Dat je er overheen kan wrijven met die dingen. Dat je dus van kleur verandert. Ik zal het zo wel laten zien. Oh, ik ben helemaal moe, man. Het is super druk overal. En ik wist niet dat orders zo duur zijn. Twee zoveel. Twee in action. Wie verwacht? Oh, ik ben moe. Goed, ik ben inmiddels weer thuis. En die nieuwe setting, die bevalt me echt wel heel erg goed. Ik ben minder overbelicht, zie ik op het schermpje hierboven. Echt heel top. Maar wat ik wou zeggen is, ik ben druk bezig met het overzetten van spulletjes naar mijn nieuwe USB-stick. Ik heb een nieuwe USB-stick en een nieuwe SD-kaart. Allebei 32 gig. Ik ben alles van mijn oude kaartje eerst aan het overzetten naar mijn USB. En daarna haal ik de dingen die van school zijn er weer af. En die zet ik dan op mijn nieuwe kaartje. En ja. Verder ben ik op zich wel mijn gemakje aan het houden. Mijn moeder is boven de boekenkast leeghalen. Want die kast gaat naar mijn kamer toe. En verder. I don't know. Ik ben ondertussen wat YouTube video's aan het bijkijken. Ik heb net mijn profielfoto Facebook veranderd, want het stond nog in kerstthema. Het is natuurlijk geen kerstmenu, dus dat mag weg. En ja, verder gaat het echt wel goed. Ik ga zo meteen deze vlog proberen te editen op met het nieuwe editprogramma. Wat ik als reserve heb gedaan, om te kijken of het wat is. Dus jullie zullen waarschijnlijk ergens onderin het scherm het linkje zien, of tenminste de druk zien staan van het editprogramma. Sorry daarvoor, maar ik kan het niet weggaan omdat het geen betaalde versie is. Maar als dat het enigste mocht zijn, dan vind ik het op zich niet heel erg, denk ik dan. Dus ja, that's it. Ja, ik zet de